Dus de mensen die aan de buis gekluisterd zitten, precies om 7:30 om het toestel in te schakelen en te zien, computer in te schakelen moet ik misschien zeggen, om te zien wat hier vanavond gebeurt. Die worden in ieder geval verrast dat ze midden in de uitzending vallen. En welkom hier op deze bijzondere raadsvergadering, de allereerste vergadering van de vier jaar durende raadsperiode, bestuursperiode. Allemaal braaf plaatsgenomen achter het bordje waar uw naam op staat, behorende bij de verschillende fracties. Ik maak u er attent op dat de namen wel inwisselbaar zijn, daar gaat u zelf over. Niet dat u vrijelijk met uw buurman van naam kan wisselen, maar u snapt wat ik bedoel. U kunt wel besluiten als fractie hoe u onderling wil zitten. Vanuit de voorzitter wordt bepaald hoe de fracties aan tafel zitten. En dit leek mij een mooie, redelijk bij de gewoonte aansluiten en toch enige flexibiliteit als gevolg van de verschuivingen, een redelijk vertrouwde opstelling. Dus ik verzoek u wel die fractieopstelling te respecteren, maar natuurlijk nogmaals, u bent vrij om onderlinge mutaties aan te brengen. Een tweede opmerking die ik moet maken aan het begin, is misschien wat teleurstellend. U zit hier nu al wel achter uw eigen naambordje en u denkt al dat u raadslid bent, maar dat bent u nog niet. U bent weliswaar tot de raad toegelaten, met dank aan de vorige raadsvergadering van 2 dagen geleden, waar tot uw toelating is besloten. Maar het raadslidmaatschap zelf kan natuurlijk pas een invulling krijgen als u ook de daarbij behorende eed dan wel belofte hebt afgelegd. En daarmee, en dat gebeurt vanavond, wordt geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Coevorden. Dat staat straks op de agenda, onder agenda punt 3. En dan beginnen we ook daarna meteen met het echte politieke werk, het raadswerk in de vorm van de beschouwingen op de afgelopen verkiezingen door de fractievoorzitters. Dat is een vrije invuloefening. Er ligt geen voorstel op tafel zoals u heeft gezien. Normaal is dat natuurlijk wel het geval dat er een voorstel op tafel ligt waar u wat van kan vinden. Een voorstel van het college, dan wel een voorstel van het seniorenconvent, van uzelf dus als raad. Dat is vanavond niet aan de orde, dus het heeft een vrije vorm. Moet ook met elkaar maar even zien waar dat toe leidt, maar daar komen we vanzelf wel uit in gezamenlijkheid. Goed, ik stel vast dat er geen mededelingen van verhindering hoeven te worden gedaan. U bent mooi, compleet en op tijd aanwezig. Dus wat mij betreft kunnen we ook een aanvang nemen met de vergadering. Ik zal straks bij dat einde punt 3 nog even wat opmerkingen van de orde maken. En een algemene een aantal opmerkingen. Maar dat straks, eerst even de vaststelling van de agenda. Geeft de agenda u aanleiding om daar opmerkingen bij te maken? Dat is niet het geval. Had ik ook niet verwacht. Goed, daarmee, dames en heren, zijn we aan het agendapunt 3, de installatie van nieuwe raadsleden. En ik zei het al, ik wil daar een paar huishoudelijke mededelingen over kwijt in uw midden. En daar begin ik mee. Dat is het volgende. Ik zal straks de tekst van de eed, dan wel de belofte, voordragen. Ik zal u dan ook verzoeken te gaan staan op het moment dat we aan de installatie zelf beginnen. En ik zal dan de namen één voor één, zoals die ook voor afgelopen dinsdag in het benoemingsbesluit zijn vastgesteld. Dat is een alfabetische volgorde, had net zo goed anders kunnen zijn, maar goed, dus nou eenmaal wel een handige. Dat zeg ik ook omdat u dan nog een beetje kunt voorbereid zijn. Jan Zwiers weet dan dat hij de allerlaatste is die de eed dan wel de belofte moet afleggen, om het zo maar te zeggen. Dan vraag ik u één voor één naar voren te komen. Ik zal hier staan. Er staan regieaanwijzingen. Onze hoofdbode Jans heeft met tape hier op de vloer wat aangegeven. En hij heeft mij verzekerd dat als u daar plaatsneemt en ik blijf staan waar ik sta, dat wij beiden dan mooi in beeld komen. En dat lijkt mij de plaats van waar u uw antwoord dient te geven. En ook dan, op die manier kunnen we dan mooi zorg dragen voor het vastleggen van deze gebeurtenis. Dat is voor degene die een foto wensen te maken dan ook nog wel een mooie gelegenheid om daar wat aan te doen. En zo gaan we dan successievelijk één voor één. Dus niet meer per persoon de hele tekst van de eed dan wel de belofte voor te dragen, maar wel van u de vraag om naar voren te komen. En dan na het afleggen van het uitspreken van de bedoelde woorden, dat u dan terugkeert naar uw plaats. En als de hele raad is geïnstalleerd, dan kunnen we ook weer plaatsnemen en dan zijn we toe aan het vervolg
van de bijeenkomst. Dat eventjes aan het begin. Ik ga alvast staan en ik heb nog een paar algemene opmerkingen. Dames en heren, en ik doe dat graag vanaf deze plek, omdat het toch altijd, ik duid er al op, met het allereerste welkomstwoord, het is altijd wel een bijzonder moment. Als we zo aan het begin van weer een nieuwe raadsperiode, die beginnen met de verkiezingen van een anderhalve week geleden. Dat we nu met elkaar hier ten dele fris en fruitig, zoals het afgelopen dinsdag werd gezegd, ten dele ook rijp en ervaren. Ik doel op de verwijzing die Geert Roelers nog maakt in de richting van Henk Bouwers. Het raadslid met de meeste ervaring zo langzamerhand in ons midden. Een mooie mix van mensen die vol verwachting nu maandelijks, zeker twee keer, naar deze raadzaal toe zal komen. Een zaal van de gemeenschap in dit stadhuis. Waar de openbare afwegingen en natuurlijk ook de besluiten tot stand komen die we plegen en waarvan we menen dat die ten goede komen van onze samenleving. En langs de principes, ik hecht daar ook wel aan om dat nog even te benadrukken op deze plek en vanaf deze plek, de principes van onze democratische rechtsstaat. Want zo staan we hier natuurlijk wel. We kunnen ons baseren op een rijk verleden als democratische rechtsstaat. Een lange traditie, rechtsstaat en een lange traditie die natuurlijk ook tegelijkertijd stapsgewijs evolueert. En die doorontwikkeling die hebben we volgens mij de afgelopen periode ook gezien. Ook met het werk wat de Raad zelf toen heeft verricht in de vorm van de raadswerkgroep die ook weer modificaties, veranderingen heeft aangebracht in haar werkwijze. Zo spreken we dus ook over een levende democratie. Maar in ieder geval vraagt dat we ons aan die principes van democratische rechtsstaat ook houden. En daarnaast natuurlijk ook aan de principes van een ordentelijk net met elkaar omgaan. Ik kan u verzekeren, er zijn gemeenten in de landen, daar hebben we het natuurlijk niet over Koevoorde, maar waar de onderlinge wijze van omgang nog wel wat te wensen overlaat. Die gewoonte kenden we tot op heden niet. En ik verwacht zonder meer dat we ook die de komende 4 jaar niet ontwikkelen. Met andere woorden, dat we hier met elkaar netjes blijven omgaan. En ook volgens een ander belangrijk uitgangspunt, en dat is het uitgangspunt van een integer bestuur. Dus een bestuur wat niet alleen afgelopen de woensdag van de verkiezingen het vertrouwen van de kiezer genoot, maar ook dat de hele bestuursperiode lang kan blijven genieten, omdat er vertrouwen bestaat in de integriteit van de personen en van de processen en van de organen die we met elkaar vormen. Dames en heren, er zijn grote opgaven, ook in de komende 4 jaar die voor ons liggen, waar u mee zult worden geconfronteerd als raadslid. En u wordt natuurlijk aangesproken op van alles als raadslid. Van klein, de stoeptegel die op dat moment in de ogen van de bewuste inwoner, schrap, kiezer, het belangrijkste onderwerp van zijn bestaan op dat moment is, tot groot. En dan zou je kunnen denken aan de grote thema's, de grote opgaven waar Nederland, de wereld, zo je wilt zelfs, zich voor gesteld ziet. En waar je in Koevoorde niet altijd meteen direct, maar soms ook wel heel direct, de effecten van ondervindt. En zeker een bijdrage vormt in de oplossing. Die verantwoordelijkheid hebben we ook te nemen met elkaar. En dan gaat het over heel grote en soms ook abstracte zaken die het aan diezelfde kiezer misschien soms ook lastig maken om het goed uit te leggen, goed te duiden. U heeft daar een hele wezenlijke belangrijke rol in, om die verbinding met uw achterban, met die kiezer in zijn algemeenheid tot stand te brengen. En die te verbeteren en bij te dragen tot het vertrouwen van de burger en van onze inwoners in haar organen, in dit geval het gemeentebestuur. Er is op Valentijnsdag een Valentijnsakkoord nationaal afgesloten met onze mede-overheden. Natuurlijk vanzelfsprekend heel belangrijk voor ons als gemeenteraad. Wij zijn de eerste overheid. U bent daarvan het gezicht. U bent daarvan ook het laatste, de laatste instantie. U heeft tenslotte het recht om de wethouders niet alleen te benoemen, maar ook te ontslaan. En dat geldt ook voor de burgemeester. Dus in die zin, en u heeft natuurlijk het budgetrecht, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. In die zin kan daar geen twijfel over bestaan dat u de machtigste instrumenten bezit. En tegelijkertijd bent u ook een radar in het geheel van de manier waarop Koevoorde als gemeente wordt ervaren in de samenleving. Ook daar hebben we mooi werk met elkaar te doen. En moeten we met elkaar zorgen dat er zowel aan het kleine,
wat belangrijk is voor de burger. Maar zeker ook aan het grote, de thematische opgaven die te maken hebben met bijvoorbeeld klimaat. Een van die 8 programma's die in dat interbestuurlijk akkoord van Valentijnsdag aan de orde zijn geweest. In de vorm van een afspraak tussen Rijk, provincies en gemeenten. Dat we van elkaar verwachten dat we daarin samenwerken en ieder zijn aandeel ook in nemen. Daar staat ook regionale economie als versneller bijvoorbeeld in opgenomen. Een heel herkenbaar thema en zeker ook van belang voor deze regio. Naar een vitaal platteland is een van die thema's. Wat zich niet zozeer concreet laat maken al in de vorm van concrete voorstellen. Waar heeft u het dan over? Komt u nou met een voorstel, met een besluit, zus of zo? En tegelijkertijd zullen we wel moeten nadenken met elkaar over hoe we daar dan inhoud aan geven. Hoe die eigen rolneming er dan uitziet. Een mooie opgave, ik zei het al, zowaar aan het begin van deze bestuursperiode. En last but not least licht ik het thema er graag uit, waar ik ook mee begon. Thema goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving. Hoe zorgen we als democratie dat we bij de tijd blijven? En hoe bouwen we wat mij betreft dan voort op de mooie doorontwikkeling die we de afgelopen jaren hier in Coevorden ook wat dat betreft hebben gezien? Ik meen dat wij inderdaad een bijdrage leveren aan dat nationale thema. En ons zeker niet hoeven te schamen voor de manier waarop dat tot dusver is gebeurd. In die zin ben ik ook belangstellend naar hoe het begin van deze komende bestuursperiode eruit ziet. Ik weet dat gesprekken in volle gang zijn. Ik word goed geïnformeerd over het verloop daarvan, waarvoor mijn dank ook vanaf deze plek. Natuurlijk is dat nog niet afgerond, maar ik heb er vertrouwen in dat op een goede manier die balans zal laten zien. Laatste opmerking, dames en heren, voordat we naar de installatie toe gaan. Ik heb er al naar verwezen. Het is belangrijk dat we het ook blijven benaderen vanuit de wetenschap. Dat de gemeente zich inderdaad vanuit 3 rollen manifesteert in de samenleving. Niet alleen naar die individuele burger, maar ook naar je bedrijven. Ook naar je instanties, je maatschappelijke partners. Of die nou binnen de gemeente vallen of een veel grotere schaal hebben. Maar die allemaal relevant zijn voor het wonen, werken, welzijn van onze samenleving. Die 3 rollen zijn natuurlijk in de basis het functioneren en het goed kunnen functioneren van onze ambtelijke organisatie. Daar heeft u als raad ook een belangrijke rol in om dat te faciliteren. Daar zit de continuïteit, daar zit de deskundigheid, daar moeten u en ik, college, moet daar een vast houvast in kunnen vinden als het gaat om die ingewikkeldheid van sommige opgaven. En de kunst is natuurlijk om gebruik te maken van de diversiteit zoals u die hier vanavond ook binnenbrengt. En waar we de komende 4 jaar over kunnen beschikken. De diversiteit in achtergrond, de diversiteit in ervaring als raadslid, ik zei het al. Diversiteit in herkomst, in de prachtige gevarieerdheid die we als gemeente kennen. We zijn tenslotte Coevorden samen. Dus ik ben verheugd over het feit dat wij al fors van start gaan komende woensdag met een busexcursie in die gezamenlijkheid, ambtelijke, bestuurlijke en politieke organisatie. Ik hoop ook dat degenen die zich nog niet hebben opgegeven dat ook vanavond nog zullen doen. Want het is alleszins de moeite waard om eigenlijk van de snee af aan, dus vanaf het allereerste begin, toch dat gezamenlijke gevoel te ontwikkelen. Waar gaat het hier nu echt over? En te toetsen of uw beelden, waarmee u dacht dat u in deze raad mooi werk te doen had, of dat ook een beetje aansluit bij datgene wat u in, onder andere in die busreis zult ervaren. En wat natuurlijk ook het begin zal zijn van die nadere contacten tussen die 3 organen die zo nodig zijn om effectief met elkaar te kunnen werken aan datgene waar we voor zijn, namelijk het welzijn van onze samenleving. Dus ik wens u daarbij veel succes en om die reden ga ik ook graag over tot daadwerkelijke installatie. Heeft de volgende vorm. Ik zei daar net al iets over dat ik nu de tekst zal voordragen van de eed en de belofte. En dan in die volgorde die ik al duidde u naar voren zal vragen. In mijn handen zo gezegd heet het dan officieel die tekst uit te spreken. Voor degenen die hebben aangegeven. En volgens de administratie van de Griffie gaat het over de heer Bouwers, de heer Geertsema, de heer Huizing, mevrouw Katerberg-Looman, de heer Mulder en de heer Zuur. Die hebben aangegeven de eed willen afleggen. En daarvan is de tekst. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen,
en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. En de tekst die u gevraagd wordt dan uit te spreken als u hier voor mij staat, is, en dat mag met twee vingers van de rechterhand geheven, de tekst: zo waarlijk helpen mij God almachtig zijn. En ik hecht er altijd aan om daarbij ook op te merken dat God in dit verband gelezen dient te worden. Ik ken tenslotte uw, ik kan het wel raden, maar formeel ken ik uw kerkelijke achtergrond niet. Dat is hier ook niet van belang. Want stel dat u een moslim zou zijn, dan dient u onder God uw God te verstaan. En zo geldt dat dus voor iedere geloofsdenominatie die hier in theorie aanwezig zou kunnen zijn. De tekst van de, dus nogmaals, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is de tekst die ik van u vraag straks uit te spreken. En het voorbeeld wordt gegeven door de heer Bouwers, dus dat komt heel goed uit. Voor de belofte. Ik merk aan hem dat hij geoefend heeft, dus dat. De belofte luidt als volgt. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. En ik verklaar en beloof dat ik om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks onmiddellijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten zal vervullen. En dan luidt de tekst: dat verklaar en beloof ik. En dan mag u uw handen in de zak houden of waar u ze maar plezierig vindt hangen. Ik verzoek u te gaan staan. Jasje recht, dasje recht. We beginnen met Michel Blanke. Michel, mag ik je verzoeken hier voor mij plaats te nemen? Je hebt aangegeven dat je de belofte wil afleggen. Je mag ook op het laatste moment nog je bedenken als je iets anders wil doen. Eén van beide, allebei is goed. Maar niet een compromis, dat gaat niet goed komen. Michel. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel, dan feliciteer ik je. Ik heb lidmaatschap van de gemeenteraad. En ik geef je graag ook een mooi boeketje erbij. Alsjeblieft. Michel, je was te snel. Er is niks met al die jonge raadsleden. Maar. Dan, tweede beleid. Ik zei het, u kunt het bijna voorspellen. Erik Bonkers. Dankjewel. Gefeliciteerd met je lidmaatschap van de raad. Dankjewel. Alsjeblieft. Ook voor jou een mooi boekje. Dankjewel. Was je te snel? Nee. Derde, Ferry Boy. Verklaar en beloof. Dankjewel. En gefeliciteerd met je lidmaatschap van de gemeenteraad. Alsjeblieft. Henk Bouwers. Dank u wel. Veel stip ik eraf, mevrouw. Ja, Joop Brink dreigt al voor te dringen. Ik had je in de gaten, jongen. Ja. Dankjewel, gefeliciteerd met de raadsmanschap. Ja hoor. Mag ik hier 1 en 3 juist naar voren vragen? Dat is klaar, geloof ik. Dankjewel. En
gefeliciteerd. Dank u wel. Mag ook rechts zijn steven. Dank je wel. Alsjeblieft. En gefeliciteerd. Margriet Vissering, de Vries. Dank je wel. Gefeliciteerd. Jaap-Jan Geertsma. Dankjewel en gefeliciteerd. Lars Hoedemaker. Met gepaste aarzeling. Dat is klaar en beloofd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Erik Holtis. Zo is het. Dankjewel. Gefeliciteerd. Succes. Dankjewel. Jan Ogen. Dat verklaar ik, beloof ik. Dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, succes. Ja. Ja. Jeroen Huizing. Dank je wel. Gefeliciteerd. Succes. Nina Jaspersen. Tot verklaring beloofd. Dank je wel. Gefeliciteerd. Dank je wel. Succes. Hans Kamps. Verklaar en beloof. Dankjewel en gefeliciteerd. Gefeliciteerd en succes. Dan Sander Katerberg-Lohman was al onderweg. Kijk, ik ken het alfabet. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Dankjewel en gefeliciteerd. Henk Mulder. Dankjewel en gefeliciteerd. Tino Nijenbaring. Dat verklaar en beloof. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Succes. André Oudeboon. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Benedict Sieben. Dat verklaar en beloof ik. Dankjewel. Gefeliciteerd. Succes. Joop Slom. Dankjewel. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd en succes. Ton Soppen.
Zo raar, dat wordt mijn groot onmacht. Dankjewel en gefeliciteerd. Jerry Stoker. Dankjewel, gefeliciteerd. Jenny Streur. Dankjewel en gefeliciteerd. Geert-Jan Zuur. Dankjewel, gefeliciteerd. En Jan Zuurs. Dankjewel, gefeliciteerd. Ik vraag me nu wel één ding af, dames en heren. Of u na 4 jaar straks nog zo braaf mijn instructies opvolgt door precies op dat streepje te gaan staan. Ik vrees het ook. Dank, u mag gaan zitten. Ja, dames en heren, daarmee staat niets in de weg om nu echt met het bestuurlijke en politieke handwerk te beginnen. Nogmaals heel veel succes gewenst de komende 4 jaar. Dat het maar op een aangename wijze met elkaar mag gaan. Dat we de goede besluiten mogen nemen. Dat u ook weinig persoonlijk leed, enig leed is nooit helemaal te vermijden, maar dat we met elkaar op een goede wijze de eindstreep mogen halen. Dat wens ik u allemaal toe. En wat mij betreft gaan we nu eens kijken hoe we de ervaringen delen, de lessen trekken. Alles wat u wilt in de nabeschouwing op de verkiezingen door de fractievoorzitters. Nou is het benoemen van de fractievoorzitters een zaak van de fracties zelf. Dus voor mij is het op dit moment nog een beetje ongewis hoe dat precies zit. Want ik weet niet of u, althans daar is mij nog geen mededeling over gedaan, of daar binnen de fracties beraadslagingen aan gewijd zijn geweest en of daar welke namen daaruit naar voren zijn gekomen. Het is tenslotte een zaak van de eigen organisatie van de fractie zelf. In die zin ben ik maar van één ding zeker. En dat is dat de heren Bouwers en de heer Hoedemaker in ieder geval, dat we daar niet hoeven te twijfelen. Ik begin nu even met u. Dank u wel voor de mededeling. Ja. Ik begin ook bewust even met u, omdat we in dit soort rondjes meestal de volgorde hanteren van de grootte van de fracties. Dan wordt u zowel aan het begin als aan het eind nog even genoemd. Dat lijkt me dan wel toch alweer een vorm van compensatie. Goed, wie mag ik van de BBC het woord geven? De heer Zwiers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan wel gelijk melden dat ik niet beoogd fractievoorzitter ben, waarschijnlijk. Maar ik mag toch dat even tijdelijk zijn. En ik moet ook zeggen dat hier staan al best comfortabel voelt ten opzichte van daar staan, zo pas. Want dat was toch alweer een bijzondere ervaring. Ja, een terugblik van de verkiezingen. Om te beginnen wil ik eigenlijk graag alle nieuwe raadsleden feliciteren met hun installatie als raadslid. En daarnaast ook een felicitatie voor de zittende raadsleden dat ze hun carrière hier in de raad gaan voortzetten. Binnen onze partij hadden we 16 fantastische kandidaten. Een actief bestuur en actieve leden. Vanaf deze plaats wil ik ook graag die mensen complimenteren en bedanken voor hun grote inzet. In de WhatsApp-groep van onze kandidaten hebben we een geweldig enthousiasme gezien en dat voelde echt fantastisch. Maar los van die verkiezingsuitslag hebben wij als BBC 2014 ook genoten van de verkiezingsavond. Een heel groot compliment, ook aan de mensen die het georganiseerd hebben. Als mede aan de presentatoren van die avond, Alike IJsing en Edwin Kikkert. De sfeer was ontspannen en we zagen daarin een goede samenwerking terug, zoals we die ook de afgelopen 4 jaar in de Raad hebben ervaren. Ten aanzien van die verkiezingsuitslag zal het u niet verbazen dat wij verrast waren door de uitslag en dan met name ook door de zetelverdeling. Al eerder melden wij dat het gezien mag worden als een compliment voor het ingezette beleid en de veranderde bestuurstijl. Wij memoreren dat nu toch met iets meer trots,
omdat de kiezers het als een goede richting hebben ervaren. En het promotiefilmpje, dat als evaluatie van het bestuursprogramma recentelijk nog in de raad getoond werd, mag iets minder als promotie worden gezien, nu daar toch feitelijk ook invulling is aangegeven en onze kiezers dat ook hebben uitgesproken. En was het dan allemaal hosanna? Nou, dat niet. Het opkomstpercentage was hoger dan de vorige keer, maar toch bleven met name in de stad Coevorden het aantal stemmers achter. Gelukkig niet overal, maar toch. Wanneer we dat leggen over de problematiek die we kennen en ervaren in een aantal wijken, mogen we concluderen dat we daar nog een flinke uitdaging hebben. De geringe wisselwerking tussen groepen mensen zorgt er naar onze mening voor dat mensen elkaar niet begrijpen, soms niet accepteren of elkaar negeren. Het zal ook niet eenvoudig zijn, maar niets doen is wat ons betreft geen optie. Forceren overigens ook niet. En we constateren ook dat we mogelijk de huidige aanpak eens tegen het licht moeten houden. Helder mag zijn dat BBC 2014 graag samen met andere fracties en het college zoekt naar oplossingen en verbeteringen. Bijzonder vonden we ook de uitslag vanwege de maatregelen die we vooral in de eerste helft van de bestuursperiode moesten nemen. De bezuinigingen hebben we als noodzakelijk benoemd en dat hebben we niet alleen gedaan, maar dat hebben ook andere fracties gedaan, alle fracties gedaan. Normaliter verliezen collegepartijen dan 4-8% van de stemmen, las ik in het blad Binnenlands Bestuur. En dat gebeurde ook gelukkig niet. We genieten nog even na, hebben we eigenlijk al gedaan, maar vinden dat we ook snel door moeten. Doorpakken, zoals de titel van ons verkiezingsprogramma ook luidde. BBC 2014 mag het initiatief nemen in de vorming van een nieuwe coalitie. Daar zijn we inmiddels mee gestart. Het motto daarin is wat ons betreft geen macht, maar kracht. We hebben het al door laten schemeren dat we twee BBC-wethouders vooralsnog niet als uitgangspunt kiezen. Het succes van het programma Coevorden Verbindt mag ook genoemd worden. We hebben een eerste stap gemaakt. De eerste helft zit erop. En we beginnen graag aan de tweede helft na de pauze, die ook wel verkiezingstijd genoemd wordt. Overigens is het aannemelijk dat de ontwikkelingen in de samenleving nooit stilstaan. En dat betekent dat ook de ontwikkelingen in de bestuurlijke vernieuwingen niet stilstaan. En we sluiten graag aan bij onze inwoners. En de tijd dat dit andersom was, is voorbij en dat hebben we gemerkt. Toch nog even terug naar die verkiezingstijd. En toch nog even een beetje een persoonlijke noot. We werkten 4 jaar plezierig samen in deze raad. We boekten goede resultaten. Volgens onze persvertegenwoordigers is het vaak saai in onze raadzaal. En dan komen die verkiezingen. En alhoewel de democratie natuurlijk een groot goed is, heb ik wel moeite met de kennelijke traditie dat we in die verkiezingstijd elkaar de loef moeten aansteken. Elkaar successen vooral niet gunnen en een volstrekt andere toon tegen elkaar aanslaan. Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij heel bijzonder. En wat ons betreft spreken we af dat we dat niet meer doen. Dat we het campagnegeld deels aan goede doelen schenken en ons gedurende de gehele bestuursperiode vaker laten zien en gelden. Daarbij zouden verkiezingen 1 keer in de 8 jaar ook prima zijn wat ons betreft. En gezien de uitslagen van de afgelopen periodes van 4 jaar, had het trouwens best gekund. Wanneer je het toch niet goed doet, moet je toch sowieso wel vertrekken. Maar goed, dat zal voor nu nog wel iets te vernieuwend zijn, denk ik. Met een uitgebreid en grotendeels nieuw team heeft BBC 2014 er zin in. Er liggen nog voldoende uitdagingen. In duurzaamheid, preventie, in de zorg en de verbinding met de sport. Economisch fundament breder dan alleen maar Dutch Tech Zone. Cultuur, glasvezel, wonen, onderwijs, arbeidsmarkt en de jeugd. BBC gaat uit van opnieuw een mooie bestuursperiode, waarin respect en elkaar iets gunnen in het belang van onze inwoners en ondernemers voorop staat. Een samenwerking binnen deze raad die krachtig is, met goede debatten en heldere besluiten in de gemeente waar je plezierig woont en leeft en waar je je werk in de buurt vindt. En tot slot wil BBC 2014 alle raadsleden en in het bijzonder alle nieuwe raadsleden heel veel energie en veel plezier wensen in deze bestuursperiode. Dank u wel. Dank u wel. Voor de goede orde, het is misschien een zaak om dat even met elkaar af te stemmen.
Het lijkt me niet de plek en de tijd nu om elkaar tijdens het uitspreken van de evaluatie de beschouwing te onderbreken. En tegelijkertijd zou ik me kunnen voorstellen dat u zich toch erg aangesproken voelt door iets wat een collega naar voren brengt. En waarvan u zegt, ik zou toch wel graag iets van een tweede termijn willen zien. Als we met elkaar afspreken dat we daar zeer bescheiden gebruik van maken, dan wil ik dat toestaan. Ik voelde zelf die neiging om te reageren al wel even, want er werd bijna gesuggereerd dat u als raad iets zou kunnen gaan besluiten. Namelijk een periode van 8 jaar te gaan hanteren. Waar ik mij dan genoodzaakt zou voelen om uw besluit ter vernietiging voor te dragen bij de kroon. Want dat zou namelijk onwettelijk zijn. Dus dan zijn er ook nog wel de nodige checks en balances, gelukkig. Goed, dank nogmaals de heer Zwiers voor zijn bijdrage. Dan gaan we naar, ik neem aan, de heer mevrouw Vissering. Hai, had ik bijna een fout gemaakt. Mevrouw Vissering. Ja, nee, en met overtuiging ook. Dus u heeft alle recht om als tweede hier te staan. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst alle leden van de Raad van harte gefeliciteerd met de installering. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Positief en energiek gaat de VVD-fractie de komende raadsperiode tegemoet. En vooral ook met heel veel vertrouwen. Wat zijn het intensieve en indrukwekkende weken geweest de afgelopen tijd? Vanaf het nieuwe jaar hebben we met de eerste 10 kandidaten van onze lijst heel veel gesprekken gevoerd in de gemeente. Met dorpsverenigingen, sportverenigingen en ondernemersverenigingen. En we hebben ervaren dat er veel goede ideeën, visies en meningen onder hen zijn. Maar niet alleen bij hen. Ook bij de inwoners in stad en dorp die we op straat tegenkwamen. En dat waren er een heleboel. Al deze belangrijke input nemen we mee en we willen hiermee aan de slag in de rol van raadslid. En wat ons betreft maken we de verbinding naar de inwoners nog wat breder en nog wat intensiever. Zodat men over 4 jaar niet weer zegt, je ziet die politici ook alleen maar als er verkiezingen zijn. De kiezer heeft gekozen. Onze democratie beloont vaak datgene wat goed is gegaan. Het resultaat is dat BBC een geweldig resultaat heeft geboekt, waarvoor nogmaals onze felicitaties. Ze kunnen oprecht trots zijn. Maar als ik jullie zo zie, dan denk ik, dat zijn jullie veel. Maar ook wij zijn heel trots op het resultaat. We hadden 4 zetels en die hebben we kunnen behouden. En dat met een kandidatenlijst waarop de eerste 3 helemaal nieuw zijn. En het is nu eenmaal zo dat je je vanuit een oppositiepositie wat minder goed kunt profileren. En helaas moest Karen Zwaan de raad verlaten. En dat is dan ook weer de harde kant van de democratie. Dank aan alle kiezers die aan ons het vertrouwen hebben gegeven. We gaan als fractie ons best doen voor de gemeente Coevorden en voor iedereen. We hopen op een goede raadsperiode, samen met jullie allemaal, waarin we elkaar op feiten bediscussiëren en niet op de persoon. In goede harmonie en samenwerking, in het belang van onze prachtige gemeente Coevorden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Wissing. Dan zijn we wel, meneer Zuur, aangekomen. Zeg ja. Dank u wel, voorzitter. Kijkers, luisteraars, publieke tribune. Mooi dat jullie allemaal al gekomen zijn. Ik moest even aan die 8 jaren denken. Het zou toch jammer zijn als we de heugelijke bijeenkomsten van afgelopen dinsdag en vanavond zouden moeten missen één keer in de 4 jaar. Dus misschien dat we dat dan wel tussendoor kunnen doen. Dat zou misschien een mooi compromis zijn. Allereerst de felicitaties aan mijn collega's van de Raad. Of wilt u daar straks ook nog weer op terugkomen? Nee, oké. Okay. Allereerst felicitaties aan de collega's van de Raad. Heel veel succes, collega's. En we gaan er wat van maken de komende 4 jaar. Verbindend besturen wordt gewaardeerd door de inwoners. En daar willen en moeten we dus ook mee door. Die conclusie staat voor het CDA als een paal boven water na de uitslag van de verkiezingen. De coalitie heeft fors gewonnen. En het collegebeleid wordt dus gewaardeerd door de inwoners. Daar zijn we als CDA zeer tevreden over. Helaas voor ons
is de zetelwinst terechtgekomen bij de grootste coalitiepartij BBC 2014. Zij zijn er blijkbaar door hun campagne en de positieve benadering van lokale partijen door de media het best in geslaagd om de waardering voor het gevoerde beleid en de andere bestuurstijl te verzilveren in zetelwinst. Dat is zeker een compliment voor de BBC waard. Overigens, voor 2/3 deel ten koste van andere lokale partijen, dat dan weer wel. Uiteraard hadden we als CDA ook graag het positieve gevoel van de kiezer over de afgelopen 4 jaar vertaald gezien in een zetelwinst voor ons. Maar al met al zijn we zeker tevreden met het handhaven van onze 4 zetels en met steun voor het collegebeleid door de kiezers. Het biedt wat de CDA-fractie betreft een goed vertrekpunt om in gesprek te gaan over de voortzetting van de huidige coalitie. Een goede verstandhouding onderling is daarbij ook zeker belangrijk. En dan inhoudelijk. Bij het begin van de vorige collegeperiode stond Coevorden er financieel slecht voor. Het 3e pakket aan noodzakelijke maatregelen lag voor. Ondanks dat we als coalitie dus stevig hebben moeten bezuinigen, heeft ook het CDA fors ingezet op een andere bestuurstijl die uitgaat van de kracht van de samenleving en waarbij we inwoners en bedrijven meer opzoeken. Voor die kanteling hadden we vanaf 2012 als CDA al aandacht gevraagd in de toenmalige gemeenteraad. Zijn we er dan nu? En kunnen we op onze lauweren gaan rusten? Nee, is daarop ons antwoord. Allereerst staan we financieel goed voor, maar moeten we dat ook blijven? Zodat we eventuele tegenvallers, bijvoorbeeld een rentestijging, ik hoorde daar vandaag nog berichtgeving over, noodzakelijke afboekingen via het eigen vermogen, ook in de toekomst kunnen opvangen. Daarnaast komen de wenselijke of soms noodzakelijke investeringen in stad en dorpen, in werkgelegenheid, etc. op ons af. We hebben dat geld dat het eigen vermogen voorstelt niet in kas of op de plank. Dat zit vast in bezittingen en vorderingen. Op een opnieuw uit de pas lopende verhouding tussen eigen en vreemd vermogen zitten wij niet te wachten, zeker niet als de rente, zo het er misschien uitziet, gaat stijgen. Ook die lasten moeten dan wel door de inwoners worden opgebracht, terwijl wij die lasten juist zo laag mogelijk willen houden. Wat ons betreft, en dat is het andere onderwerp, mag verbindend besturen nog wel een tandje dieper gaan. Hoewel de geluiden bij organisaties en verenigingen en ook bij inwoners overwegend positief zijn, zeker in vergelijking met pakkenbeet 6 jaar geleden, is nog lang niet iedereen verbonden. Er ligt voor de komende bestuursperiode dan ook een mooie opgave om dat wat de afgelopen periode neergezet is te onderhouden en uit te bouwen. Verbindend besturen 2.0 dus. Of misschien Coevorden verbindt inwoners. Denk hierbij aan inwoners die dreigen buiten de boot te vallen of minder gemakkelijk bereikt worden of een stem laten horen, zoals kinderen en jongeren en ouderen. En denk aan wijken en dorpen die van zichzelf minder krachtig zijn. Minder krachtig om optimaal gebruik te maken van een stimuleringsfonds of fonds voor wijken en dorpen. En waardoor de leefbaarheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van een wijk of dorp onder druk komt te staan. Maar denk ook aan ons als gemeenteraad. Weten wij ons voldoende verbonden en dat niet alleen in campagnetijd, waarbij het vooral om de stemmen te doen is, als volksvertegenwoordiger met de inwoners, dus verbonden met die inwoners, en dat wat er speelt in wijken en dorpen. En brengen we met onze activiteiten en opvattingen het college voldoende in stelling, in positie, zoals wij, nee, eigenlijk de inwoners dat wensen. Dat betekent niet dat je het iedereen naar de zin kunt maken. Maar dat betekent wel dat je uit kunt leggen wat je doet en waarom je het doet. Wat ons betreft moeten we van verbindend besturen nu de stap maken naar verbindend leven en beleven. Onze gemeente is een prachtige gemeente. Met een rijke historie, met veel betrokken en enthousiaste inwoners, met mogelijkheden en kansen voor stad en dorpen. Laten we daar samen trots op zijn en verder aan werken. De CDA-fractie is er klaar voor. Dank u wel. Dank, heer Zuur. Dan, Joop Slob, Partij van de Arbeid. Met een beetje medewerking van de heer Kranenborg gaat het helemaal lukken. Ja, dank u wel.
Ik vrees dat ik over de verbindend besturen ongeveer hetzelfde ga zeggen als de rest, maar dan iets korter en in iets andere woorden. En ik ga u ook niet uitleggen, zoals collega Zuur net heeft gedaan, waarom we het de komende periode ook weer niet allemaal kunnen betalen. Want dan zien wij toch net even wat anders. Helder is voor ons dat BBC is natuurlijk de grote winnaar van deze verkiezingen. Jongens, gefeliciteerd. En dames natuurlijk ook. 9 van de 25 zetels, dat is gewoon een uitzonderlijk resultaat. En een resultaat om trots op te zijn. Getuigd van groot vertrouwen van de kiezer in uw partij. Naar onze analyse oost BBC de meeste waardering voor het financieel herstel van de afgelopen jaren en de nieuwe bestuurstijl die is ingezet. En natuurlijk kun je dan als niet-BBC de vraag oproepen van goh, heeft BBC dat dan allemaal alleen gedaan? Maar eigenlijk is dat niet zo relevant. De kiezer rekent BBC het succes het meeste toe. En dat leidt tot dit resultaat. U had een goede kandidatenlijst met bekende gezichten uit de lokale samenleving. En u vaarde ook wat mee op de opgang van lokale partijen in het algemeen. En eerlijk gezegd is er ook wel wat chagrijn in de samenleving over de landelijk georganiseerde partijen. En dat brengt ons inziens dit resultaat. Nogmaals, goed gedaan, gefeliciteerd. Uit de verkiezingsuitslag spreekt wat ons betreft ook wel vertrouwen in het inmiddels demissionaire college. De zetels die BBC wint, wint zij van de oppositiepartijen. Hoe vervelend dat ook voor hen is, maar er spreekt waardering uit voor hetgeen het college heeft neergezet de afgelopen tijd. En dat is ook wat wij in de campagne van veel mensen terugkregen. Het gaat goed zo. Er zat een team. Het zijn geen haantjes. Ze gunnen elkaar wat. Op een portefeuille kunnen ze wat en ze zijn bereid te luisteren. Natuurlijk is het nu aan BBC om het initiatief te nemen om een nieuw college te vormen. En als verreweg de grootste partij ligt daar ook een verantwoordelijkheid om dat te doen slagen. Een college wat ons inziens moet doorgaan op de ingeslagen weg. Qua stijl van de bestuurders en ook qua inhoud van wat betreft verbindend besturen. Wat ons betreft moet daarbij gezocht worden naar verbreding in de samenleving in het betrekken van groepen bij hun directe leefomgeving. In de vorige periode is een mooie aanzet gemaakt wat tot tal van activiteiten en initiatieven heeft geleid. Maar het lijkt er wel op dat vooral de burger die zich toch al druk maakte om die samenleving daarmee werd aangesproken. Wij wijzen maar eens op de bedroevende opkomst in de wijk Tuindorp. Waar minder dan 20% van de stemgerechtigden naar de stembus ging. Wij zien er in ieder geval een uitdaging in om iets van verbinding met die groepen die blijkbaar het vertrouwen in het bestuur hebben verloren te herstellen de komende tijd. En voorzitter, BBC als grootste raadsfractie zal aan de bak moeten de komende periode. Bij de start van de vorige periode hebben we u nog een beetje gespaard waar het ging om leveren van voorzitters, bemensing van werkgroepen en overige functies, maar ADO verplicht. Met 9 zetels mogen wij van u verwachten dat u de kar op een aantal terreinen gaat trekken. Wij verwachten dat u, net als u dat van ons mag verwachten, gaat leveren. Enkele woorden dan nog over ons eigen resultaat. Wij zijn bijzonder tevreden. De PvdA is op dit moment niet het populairste politieke merk, om zo maar te zeggen. En als je dan lokaal overeind blijft met 4 zetels, dan heb je het volgens ons gewoon goed gedaan. De inbreng van de PvdA in het college, in de raad en onze inzet in de campagne werd voldoende opgemerkt om te behouden wat we hadden. En iedereen die op ons gestemd heeft, dank daarvoor. Al met al ligt er een mooie basis voor een nieuwe bestuursperiode. Zowel in financiële als inhoudelijke zin. Wij hebben er zin in en we wensen iedereen in deze raad succes de komende 4 jaar. Dank u wel. Dank u wel, meneer Slomp. Dan, mevrouw de Ruijs, pak. Dank u wel, voorzitter. Iedereen op de tribune. Ik hoop dat het komende jaar de tribune ook zo vol blijft. Het zou heel mooi zijn. Mensen thuis ook, welkom. Allereerst alle felicitaties aan alle leden binnen de raad. Ik hoop dat we er een hele mooie bestuursperiode van gaan maken. Beschouwing over de afgelopen verkiezingen. Behalve dan onze welgemeende felicitaties aan
de BBC voor een enorme verkiezingsoverwinning. Kunnen we er wat het pak betreft heel kort over zijn. Voor ons heeft het de verkiezing niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. De oorzaak, wie zal het zeggen? BBC waarschijnlijk. We hebben als fractie enorm hard gewerkt de afgelopen jaren. Hele mooie voorstellen gedaan en resultaten behaald. Resultaten die van belang zijn geweest en die het verschil hebben gemaakt. En samen met een enthousiast team zijn we de afgelopen campagne ingegaan. We hebben veel gedaan, veel mensen gesproken, maar helaas heeft het niet doorvertaald in een positief resultaat. Wat ons betreft heeft het dan ook niet zoveel zin om terug te kijken. Behalve naar wat we beter kunnen doen. En dat is een evaluatie die we zelf als PAK zullen uitvoeren. Wel willen we alle mensen die ons gesteund en op ons gestemd hebben bedanken. De blik van het PAK is vooral op de toekomst gericht. Samen met onze steunfractie, die de afgelopen maand is uitgebreid met een aantal nieuwe leden, die ons voorzien van frisse en nieuwe input, gaan we op de komende 4 jaar weer volop tegenaan voor de inwoners van Coevorden. Er is een nieuwe raad. Helaas met veel minder vrouwen dan de vorige. Wat ons betreft is wat minder kleur, behalve dan zo'n 25 tinten grijs en blauw, als ik zo om me heen kijk. Hoewel, we hebben 2 regenboogleden, dus die maken dat dan weer goed. Maar zonder gekheid. We hopen dat, net als de afgelopen jaren, we opnieuw op een zeer constructieve manier zullen gaan samenwerken. Want alleen dan kunnen we slagen maken. Er komen een aantal pittige dossiers op ons af. Zoals de klimaatagenda, de participatiewet, transformatie sociaal domein en de omgevingswet. Daarnaast moeten we als raad verder met dossiers als bestuurlijke vernieuwing en de verbonden partijen. En ik hoop met name met betrekking tot die laatste dat de werkgroepen waarmee we de afgelopen periode gestart zijn, dat die voortgezet wordt op dezelfde wijze. Het is belangrijk om als raad grip te krijgen op die vaak ondergrondelijke en dure verbonden partijen. Maar ook het ingezette verbindend besturen zal verder uitgebouwd moeten worden en vorm worden gegeven. Daar ligt ook een uitdaging. Want hoe en met wie ga je dat doen? Hoe ga je dat verder uitwerken op een goede manier, zodat je iedereen daarbij betrekt? En wat doe je met inwoners die bijvoorbeeld vorige week woensdag niet zijn gaan stemmen? En dan heb ik het met name over inwoners van de stad waar de opkomst bij sommige stembureaus extreem laag was. Wat is daar de reden van? En hoe gaan we deze mensen weer bereiken en laten zien dat we er als bestuur ook voor hen zijn? Daar ligt voor zowel het college als de raad een enorme uitdaging. Punt om over aan na te denken en aan te gaan werken. En dat is wat wij als PAK weer gaan doen. Net als de afgelopen 4 jaar, er volop tegenaan. Want wat we de afgelopen bestuursperiode met 3 zetels hebben kunnen bewerkstelligen, dat moeten we de komende bestuursperiode met 2 zetels minstens kunnen evenaren. Wat het PAK betreft zit het hem namelijk niet in het aantal zetels dat je inneemt in de raad, maar in je betrokkenheid en je ideeën en de voorstellen die je inbrengt. Wij feliciteren opnieuw alle leden van de nieuwe raad. Ik wens ons allemaal een hele mooie, constructieve en vooral een leuke bestuursperiode toe. Veel succes. Dank mevrouw Driehuis. Dan is het woord aan de heer Bouwers. Gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst wil ik de nieuwe raadsleden van harte feliciteren. En ik hoop dat het een mooie 4 jaar is en dat we met elkaar veel mogen bereiken. En dat geldt uiteraard ook voor de zittende raadsleden, dat we een paar mooie jaren nog mogen hebben. Voorzitter, er was 4 jaar geleden al een frisse wind door de zetelverdeling bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Coevorden. Of beter gezegd, een tornado. En dit heeft zich nu voortgezet. BBC van 6 zetels naar 9. Wie had dit gedacht? Niemand. Toch zelfs de mensen van BBC waren voor de verkiezing niet zo optimistisch. Maar de realiteit is anders. De VVD, CDA en Partij van de Arbeid, nu ieder 4 zetels, hebben dit te danken aan de reststemmen van PAK, D66 en gemeentebelangen. Voor gemeentebelangen is het uiteraard bijzonder zuur dat onze reststemmen, ongeveer 500 stuks, verloren zijn gegaan voor ons. Ik denk wel dat de partijen die ze hebben gekregen zullen zeggen, ze zijn niet verloren gegaan, maar wij zullen er goed op passen en er gebruik van maken. Het aantal kiezers die op gemeentebelangen heeft gestemd, is in 2018 gelijk aan 2014. Dus aan stemmen hebben wij niet verloren, maar daar haal ik de kracht uit om de komende tijd de schouders er weer onder te zetten. Even nog een paar woorden over de verkiezingstijd.
De verkiezingstijd is dit jaar volgens ons goed verlopen. Geen grote politieke opschuddingen op de bijeenkomsten van politieke partijen. Ook de bijeenkomst van Radio TV Zo 34 verliep goed. Iedereen liet elkaar uitpraten. En dat hoort ook zo. De bijeenkomst van TV Drenthe was voor gemeentebelangen een deceptie. Het was geschreeuw door elkaar. Dit deed geen recht aan de politiek van Coevorden. Dit blijkt ook uit de reacties uit onze gemeente. Voor de volgende keer misschien een punt van aandacht om daar wat genuanceerder mee om te gaan, zodat de gemeente Coevorden wat dat betreft wat positiever naar buiten komt. Wat gemeentebelangen betreft is de jongerenraad deze verkiezing wel goed uit de verf gekomen en wij zien dan ook graag dat zich bij de volgende verkiezing weer zo gebeurt. De enige opmerking die wij hierbij willen plaatsen is dat de opkomst van de jeugd als toehoorder wel heel minimaal was. Verder wil gemeentebelangen haar dank uitbrengen aan het college en de griffie en uiteraard ook de ambtenaren van de verkiezingen en ook de mensen van de buitendienst die de verkiezingsborden weer mooi hadden geplaatst. Nog een opmerking voor de volgende keer. Laat de lijm voor de posters wat sterker zijn, want alle politieke partijen zijn niet erg plakvast. Verder wil ik u danken voor de aandacht. En wij hopen de komende tijd aan de politieke stukken de nodige aandacht te schenken. En we willen daar niet op vooruitlopen. Dank u wel. Dank u, heer Bouwers. En dan de heer Hoedemaak, D66. Ik zal er niet omheen draaien, voorzitter. De verkiezingen leverden voor D66 niet de gedroomde uitslag. Voor de verkiezingen kopte het Nieuwsblad van het Noorden: de Drentse politici zijn man, grijs en blank. Wat had ik die kop hier graag vandaag gelogenstraft. Ik had u hier graag vandaag de nummers 1 tot en met 6 van onze fractie voorgesteld. Een evenwichtige mix van 3 mannen en 3 vrouwen, de jongste 27 en de oudste 64. Een aantal kakelversen, maar ook ervaren politici. Maar helaas, u moet het de komende 4 jaar met mij doen. Tijdens de verkiezingsstrijd trakteerden de partijen de kiezer op foodtrucks, monopoliespellen, profvoetballers en consumptiebonnen. En nee, geen D66 debateentjes, want u hebt deze week allemaal in de krant kunnen lezen dat debateentjes een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Helaas hebben we ook gezien dat politici in aanloop naar de verkiezingen, en ik ben niet de eerste die dat zegt, toen de minder fraaie kanten van zichzelf etaleerden. Lijsttrekkers beschuldigden elkaar van stemmingmakerij, van pronken met andermans veren en inhoudelijke plannen en ideeën van andere partijen werden weggezet als verkiezingsstunt. Ik hoop van harte dat die manier van campagne voeren weer heel snel aan Coevorden voorbij gaat. Ik vraag ook graag nog even aandacht, voorzitter, voor de verkiezingsborden die ook dit jaar weer overal in onze gemeente stonden opgesteld. Verkiezingsborden zijn bedoeld om de kiezer te informeren over de partijen die meedoen aan de verkiezingen. Op dit moment worden affiches in Coevorden in eerste aanleg door 30 vrijwilligers van alle partijen geplakt op een vast tijdstip, ondersteund door een ploeg van gemeentewerken. En vervolgens worden die borden opgesteld in de verschillende dorpen en wijken van Coevorden. Maar helaas verdwijnen, en dat zei heer Bouwers ook al, die affiches weer met regelmaat van diezelfde borden. Wat weer tot gevolg heeft dat veel partijen dagelijks langs de borden rijden om nieuwe posters te plakken. En andere partijen doen dit niet, waardoor die dan niet zichtbaar zijn. Kortom, het beeld van de borden is weinig fraai, het is inefficiënt en milieuonvriendelijk. En het uiteindelijke doel van de verkiezingsborden, de zichtbaarheid van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen, verdwijnt meer en meer uit het oog. Veel gemeenten gebruiken voorbedrukte borden. Politieke partijen leveren hun affiches dan digitaal aan en iedere partij krijgt dan evenveel ruimte. De plaats op de borden wordt door middel van loting dan bepaald. Een goede zichtbaarheid van alle partijen die meedoen aan de verkiezingen is op die manier gegarandeerd.
En ik denk dat ook in Coevorden de borden een dergelijke moderniseringsslag verdienen. Nou begrijp ik dat het niet gebruikelijk is om een motie in te dienen bij een demissionair college. En aan die mores in dit huis zal ik dan ook niet morrelen. Maar ik wil graag in de volgende gemeenteraadsvergadering een dergelijk voorstel tot modernisering van de verkiezingsborden doen. En daarbij hoop ik uiteraard op raadsbrede steun. En nu, voorzitter, is het tijd om de kiezer weer te geven waarvoor hij ons gekozen heeft. Een goed gemeentebestuur en een goede volksvertegenwoordiging die samen met de bevolking van Coevorden alles op alles zet om de samenleving iedere dag weer een stukje mooier en beter te maken. Ik wens iedereen daar heel veel succes mee. Ja, u moet zelf voor uw eigen afval zorg dragen. Maar dank voor deze opwekking om inderdaad in deze week, waar we nog wat alarmerende berichten verschenen over de effecten van dit soort materialen, om dat ook nog even vanavond te benadrukken. Volgens mij is dat ook een opgave voor de komende 4 jaar. Goed, dames en heren, we zijn daarmee gekomen aan het einde van de eerste ronde, zo gaat dat, van de zijde van de Raad. Er is geen repliek van het college, vanzelfsprekend niet. Want wat zou het demissionaire college hier nou van moeten vinden? Maar ik heb al gezegd, het zou het geval kunnen zijn dat u toch de behoefte hebt om op een of andere bescheiden manier nog op elkaar te reageren. En als dat niet het geval is, is dat ook goed. Dus ik peil maar eventjes, toch eventjes. En zo naar goed gebruik, zeg ik ook even voor de nieuwe raadsleden, de tweede termijn mag vanaf de zitplaats worden uitgesproken. De heer Zwiers. Nou ja, ik denk dat het echt heel mooi is geweest, deze introductie na verkiezingstijd. Ik denk ook dat we met elkaar wel beseffen dat we er nog niet zijn. Dat hoor ik ook uit alle geluiden. En het voelt eigenlijk nu al heel goed. En die samenwerking die zie ik echt met heel veel vertrouwen tegemoet. Dank. Anderen nog behoefte aan een tweede termijn? Niet het geval. Dan zal ik, ja, de heer Boy. Ik zou graag een paar woorden willen zeggen, als u het goed vindt. Ik wil in ieder geval namens Jan, namens mijn fractie, alle fracties bedanken voor de mooie woorden. Dank voor de felicitaties en complimenten. Dus ik heb ook veel positieve instellingen gehoord, goede voornemens, goede beleidsvoornemens. Ik hoorde ook dat de heer Zuur in het begin van zijn bijdrage zijn naam een beetje eer aandeed. Maar voor de rest van de bijdrage ging het weer de positieve kant op. Ik heb ook veel over verbindend besturen gehoord. En ook dat het een grote uitdaging is om mede door het verbindend besturen de volgende keer de kiezers meer naar de stembus te krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Nog andere, de heer Zuur? Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij hadden een paar, stond in een paar bijdragen van de collega's, dat we de komende periode, de wens in ieder geval, de komende periode niet op de man te spelen. Zo wordt hij wel erg direct. Ik heb 4 de tijd om mijn leven te beteren. Dankjewel. Nou, als u er korter over doet dan Margriet Benak, ben ik tevreden. Nou, het is goed om met goede voornemens te beginnen ook. Ja, de heer Slomp, zag ik ook. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, meneer Zwiers ging nogal uitgebreid in over zijn gevoelen rond de verkiezingsperiode. Ik denk dat we het ook niet mooier moeten maken dan het is. We zijn tenslotte allemaal mensen en enig gehakketak hoort er volgens mij ook wel bij. Als we dat in Coevorden ook niet meer doen, dan snappen mensen de verschillen tussen de partijen helemaal niet meer. En ja, het voorstel wat de heer Hoedemaker doet rond de borden. Verkiezen kent zijn eigen rituelen. En ja, ik vind het eerlijk gezegd altijd nog wel leuk om 4 weken lang met zo'n emmer plaksel in mijn kofferbak rond te rijden. Verkiezingen kent ook zijn eigen rituelen, folklore. En het is ook gewoon een kwestie van een beetje moeite doen, meneer Hoedemaker. En wij hadden al heel snel ontdekt dat je zowel de voorkant als de achterkant van die borden kunt beplakken. Ja, daar zit toch ook wat ons betreft wel een beetje de uitdaging in. Dus volgens mij moet er in de PvdA nog
driftig bewaard worden gevoerd of wij mee kunnen gaan in uw motie. Dank u wel. Nog anderen in de tweede termijn? Dat is niet het geval. Ik veronderstel dat we ruim op tijd voor de volgende verkiezing nog wel eens eventjes kunnen stilstaan bij de vraag of we überhaupt nog wat met verkiezingsborden moeten doen. Wat mij betreft schaft u ze helemaal af. Maar als de heimwee naar de stijfselkwast zo groot is en zo'n belangrijke rol speelt, dan wil ik dat ook niemand misgunnen. Daar moet u met elkaar dan maar eens over hebben. Dat hoeft ook niet zelfs per se de volgende raad, want ik begrijp dat er nog wat lobbywerk te doen is, meneer Hoedemaker. Maar daar heeft u dan nog wel even de gelegenheid voor. Goed, dames en heren, ik stel u voor dan om de beraadslagingen van vanavond te beëindigen. Het is even over 8:30. Dan kunnen wij toekomen aan de formele sluiting van de raad, maar niet nadat ik u toch heb gevraagd om als raadsleden u straks even hier te verzamelen. Want het is leuk om deze nieuwe bestuursperiode ook te beginnen met een kerstverse foto van de raad zoals die vanavond is geïnstalleerd. En daarvoor hebben u allemaal dan eventjes hier voor dit wandkunstwerk nodig. En daarna is het hier beneden weer aangenaam vertoeven, want daar bestaat weer de mogelijkheid, zoals ook afgelopen dinsdag, om even na te praten, elkaar te feliciteren en nader te leren kennen. En daarmee is wat mij betreft deze vergadering ook besloten. Ik hoop u spoedig weer te zien op een van de reguliere momenten. En die begint dus nogmaals volgende week woensdag 4 april. Als u zich nog niet heeft aangemeld, doe dat vooral. Want het is buitengewoon leerzaam en ook aangenaam. Kan ik u verzekeren. Wel thuis. Bedankt.